de crash van het ruimtestation is de Nederlandse bevolking vrijwel zeker blootgesteld aan een nog onbekend virus. Bah, wat vervelend toch allemaal. Blauwe plek opgelopen. Nee, dat niet. Ik wist precies hoe ik de zombies uit moest schakelen. Ik niet, die figuranten wel. Blauwe plek op de set, ik ben vrij donker, dus blauwe plekken die zijn mij vreemd, om eerlijk te zijn. Ik heb wel bijna mijn enkel verstruikt bij een scène in een politiebureau. Gigi Ravelli die ging gewoon helemaal los met figuranten in elkaar trappen en dat soort dingen. En ja, die hoorde je niet klagen, dus we hadden ook zoiets van, laten maar lekker de gang gaan, het ziet er goed uit op beeld. En, ja, uiteindelijk hadden we zoiets van, dit ziet er best wel echt uit eigenlijk. Maar ik dacht eerst van, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En de regisseur zag dat ook van, het is wel een beetje stoer wijf die Gigi. Maar uiteindelijk zat ik er helemaal in. Ik vond het helemaal heerlijk, dat hele fysieke en lekker bezig zijn en vechten en helemaal top. We hadden een heel ambitieus script vol met allemaal gevechtscènes en moeilijke special effects. En ja, dat ging maar door. En toen dachten we, dat is zo ingewikkeld. Hier hebben we minstens 30 draaidagen voor nodig. En toen kreeg ik te horen dat we maar 18 hadden. En toen werd het steeds ingewikkelder om die film te maken eigenlijk. Maar we hebben eigenlijk weinig concessies gedaan en toch de film kunnen maken die we wilden maken. Maar dat betekende wel dat het super moeilijk was om hem dus te regisseren. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. We hebben die film eigenlijk heel snel gemaakt, hè? In 20 dagen of zoiets. Dus dat was even hard bikkelen. Van 7 tot 7 werken. Dus echt werk hoor, acteren. Echt waar. Echt. Omdat we zo beperkte middelen hadden, was het voor iedereen ook ontzettend leuk om het uiterste te geven. Om gewoon tot het gaatje te gaan. Ik heb de hele tijd rondgelopen met 2 Uzi's. En je wil niet weten, hè? Voordat ik die Uzi's omkreeg, dacht ik, die wil ik om hebben. Maar toen ik ze omkreeg, dacht ik, waarom heb ik er maar niet voor 1 gekozen? Want het was zwaar en ik heb gefilmd tijdens de Ramadan. Hè? Niks eten, niks drinken, gewoon de hele dag filmen. Had je niet gewoon een zombie willen zijn in de film? Nee, Jan de Hoop is leuker nog dan een zombie. Zolang Jan er is, is er hoop, zullen we maar zeggen.